Taal Doet Meer geeft allerlei taalcoachings trajecten voor mensen die laaggeletterd zijn. We zijn nu bij een Doe Mee startpunt. Dat is elke woensdag van 10 tot 12 in deze bibliotheek. En dat is een laagdrempelige inloop voor mensen die digitaal vragen hebben. Dus er zijn allemaal taalgroepjes, er is een computercursus, de wegwijzer zitten. Ik ben wegwijzer taalaanbod en ik help mensen bij het vinden van een taalschool. Dus eigenlijk mensen willen taalles, willen Nederlandse les en die weten niet waar ze heen moeten. En er zijn heel veel scholen, alleen mensen die de Nederlandse taal niet spreken kunnen daar geen wegwijzer uit. En ja, ik help ze dan. Nou ja, mensen kunnen dus in de bibliotheek. Bij Taal Doet Meer, maar je hebt ook nog, sommige mensen moeten inburgeren en dan help ik ze de websites te vinden waar ze terecht kunnen. De maatschappij wordt ook steeds ingewikkelder. Ik bedoel, je moet overal moet je met de computer, van als jij je paspoort wil verlengen, dan moet je naar www.huppeldepub in plaats van dat je gewoon naar het stadskantoor kan gaan. Dus mensen die weten dat niet, die kunnen dat niet lezen en die kunnen niet met de computer overweg. Dus die willen we op gang helpen door de Nederlandse taal te leren, door computercursussen aan te bieden. Dus ja, dat de toegang tot allerlei voorzieningen en het meedoen in Utrecht, dat vinden we gewoon heel belangrijk. En dat hopen we hier een klein steentje aan bij te dragen. Ik ben op dit moment vrijwilligerscoördinator bij Huiswerkhulp Utrecht. En Huiswerkhulp Utrecht, dat is een huiswerkbegeleidingsgroep hier in Kanaaleiland. We zijn op maandag, dinsdag en donderdag zijn hier verschillende avonden dat hier leerlingen bij elkaar komen met een coach, met een persoonlijke coach. En dan worden ze begeleid met hun huiswerk. En dat is vaak omdat ze thuis geen Nederlands praten en ook omdat ze vaak het normale huiswerkbegeleiding niet kunnen betalen. En hier kunnen ze dan door vrijwillige coaches toch geholpen worden. Het zijn vaak gemotiveerde leerlingen. Ze willen echt graag hun werk zo goed mogelijk doen, maar hebben daar soms net even een steuntje in de rug bij nodig. Beste mensen van Kanaaleiland en Transwijk, als jullie een vraag hebben over taal of iets met computers, kom naar de bibliotheek, want iedere woensdag van 10 tot 12 staan wij voor jullie klaar. En geen één vraag is te gek. Gewoon komen. We hebben koffie en het is hier lekker warm. Kom naar de bieb en je wordt geholpen.